Hoi, mijn naam is Marion Rodriguez Hernandez. Ik werk bij Kirion als constructeur-tekenaar 3D-modelleur. De techniek is met de paplepel ingegoten. Mijn vader is zelf elektrotechnicus en heeft me geïnspireerd om ook de techniek in te gaan. Toen ik het einde van het VBOT zat, ben ik gaan kijken bij de open dag op Technovium. Door de goede presentaties, uitleg van leerlingen en docenten, kwam ik erachter dat ik de opleiding middenkanensnering elektrotechniek wou gaan volgen. Op school doe je veel kennis op en leer je een heleboel. Maar tijdens je stage kom je er pas echt achter wat je leuk vindt. Zo kwam ik erachter dat ik me wou gaan verdiepen in de hoogspanning. Nu werk ik bij Kirion. Ik hou me bezig met ontwerp van installaties en het modelleren van objecten in 3D. Het klinkt allemaal heel technisch en dat is het ook. Maar dat is nu juist mijn passie. Het is ook enorm veelzijdig en ik krijg de mogelijkheid om te groeien en mij te specialiseren op het gebied van 3D en BIM. Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die jij leuk vindt. In mijn opleiding was veel theorie, maar ook praktijk. Als je doet wat je echt leuk vindt, dan komt het echt wel goed. En volg vooral je hart en laat je goed informeren. Het is jouw keuze.